Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MSM en vandaag is het tijd voor een nieuwe F1 2020 Career Mode. We gaan er weer op naar race 10. We zijn bijna op de helft van dit seizoen alweer. We moeten al gaan denken over het nieuwe team voor volgend seizoen. Want ik ga niet halverwege switchen, daar heb ik niet zin in. Of jullie moeten een hele goede reden hebben om dat wel te doen. Dus laat ons zeker weten in de reacties. Like natuurlijk als je dat nog niet hebt gedaan. En abonneer als je nieuw bent hier. Zet zeker ook dat belletje aan. We uploaden 3 à 4 keer per week Career Mode. Ik probeer elke dag een video voor jullie te uploaden. Op naar Frankrijk. Niet een van mijn favoriete circuits, maar laten we maar gewoon gaan beginnen. Let's go. Nou, en daar zijn we weer, jongens. Kijk eens aan. Er komt van alles aan. Deze week een hoop nieuwe upgrades. Dus ik ben heel erg benieuwd. Verder hebben we geen messages. De facilities zijn gewoon allemaal prima. We staan voor Red Bull. Wat? Oké, we gaan durability vanaf nu alleen maar upgraden. We zijn te snel. We zijn te snel. We zijn gewoon van, zeg maar, net onder Renault naar boven Red Bull gegaan. In een paar races. Laten we de week gaan beginnen. En dan gaan we zo meteen naar de training. Hier, deze durability upgrade is gelukt. En deze gaan we skippen, want we zitten allemaal helemaal op schema met alles. En 3 nieuwe upgrades, jongens. Goeiedag! En 1700 resource points hebben we weer. Dus we kunnen nog 1 upgrade doen. Wat geeft hij aan? Ja, durability. Heel belangrijk, jongens. Daar staan we ook bijna onderaan. Dus we gaan even hier de ICE durability verder upgraden. Ja hoor, komt u maar door. En dan gaan we nu dan echt naar de training. Dan zie ik jullie zo na de training. En dan gaan we door naar de kwalificatie. Kijken of we weer een goede quali kunnen hebben. En dan door naar de race. Zo, 390 puntjes hebben we binnengehaald. En hebben we weer 1.2k met het team. Spoiler alert, we staan niet meer voor Red Bull. Dus hopelijk kunnen we ongeveer P6, P7 worden. Maar het ligt natuurlijk ook aan hoe goed welke auto is op welke track. Dus misschien gaat het wat beter, misschien gaat het minder goed. En voor nu doen we even een kleine frontwing upgrade. Dat die ook weer even ietsje smoother door de bocht gaat. Zo, dan zijn we bij de kwalificatie aangekomen, dames en heren. Het is droog, het is wel bewolkt. Dus laten we maar voor onze eerste run lekker naar buiten gaan. Let's go. Q1 ging zo snel en zo vlekkeloos dat ik ben vergeten te praten tegen jullie. Maar we zijn dus door naar Q2, jongens. Dus hopelijk kunnen we hier ook gewoon vlekkeloos doorheen. En dan door naar Q3. Zou mooi meegenomen zijn. Nou, daar begint ons kwalificatierondje dan. Ik neem altijd het paaltje van bocht 1 mee. Het is gewoon een ritueel dat elke keer herhaald moet worden. Dan giet dat paaltje gewoon lekker over de weg. En dan gaan wij lekker door hier. Door de smooth bochtjes hier lekker een beetje wijd. Niet te veel gas hier, eigenlijk een beetje liften. Dan draait die auto weer wat sneller. En door naar het lange rechte stuk met DRS. Huppakee, gooi hem aan. Rijden, 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 rijden. Dan 4 terug. Als je hier de lijn niet aan hebt, snap ik niet hoe je niet verdwaald raakt. Klein tikje terug naar de 3. Lekker vroeg op het gas. Huppakee, gaan met die banaan. En deze bocht, vol gas. Gewoon vol gas. Vol gas en insturen. Huppakee. Oeh, hij werd wel even geel. Maar dat is oké. Weer 3 terug. Lekker een beetje laten rollen. Een beetje gassen. En gas op die app. Bocht 12 is mijn, is de hel. Ik kan bocht 12 niet goed nemen. Deze is ook altijd zo. Frankrijk heeft zo'n bochten die niet uitkomen. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Was er nou regen? Volgens mij gaat het regenen. P8 hebben we. Voor de McLaren's, maar achter de Renault's. Daar moeten we echt voor staan. Maar ja, het kan ook weer zijn dat Renault knijtertje snel is op Frankrijk. Nou, we hebben nog 1 setje. Misschien maar even kijken. Hoe gaat het ermee? We staan nog steeds achter. Kvyat is snel. Oh my god. Misschien staat het niveau iets te hoog. Maar dat zien we zo wel. Hoe is het hier? Het regent. Dus mensen gaan zich echt niet verbeteren hoor. Ik denk dat we safe zitten omdat het regent. En ja hoor. Perez, Verstappen, Vettel en Albon. Weg. Oeh, en het is aan het regenen en onweren in Q3. Goeiedag. Dit zijn echt rain showers. Er zijn plassen water op de weg. Oh. Nee. Waarom? Nou, waar komen we met deze tijd terecht? Ik ben echt benieuwd. Het was niet een hele goede tijd, maar nee, het is de laatste tijd. Nou, en dan gaan we voor run 2. Eens kijken of de baan
iets verbeterd is. Laatste bochtje. Heel belangrijk ook. We gaan er 4 seconden afrijden. Dat is goed. 3, 2, 1. Pole position! Wie had dat gedacht? Pole! Met een Alphatari, we stonden 10e. We konden er helemaal niks van. Iedereen heeft de baan voor ons droog gereden. Wat een klunzen. Nou, daar staan we dan, jongens. Helemaal vooraan. Ik denk niet eens dat ik het tot bocht 1 ga redden. We gaan helemaal op de inters rijden, zeggen ze. Ik denk dat we misschien halverwege naar de soft of de mediums gaan switchen. Dus we gaan het zien. Nou, daar staan we dan. En daar staan we dan. En we zijn weg. We gingen even vroeg opschakelen. Gooi dan nu toch die overtake button aan. En dan moet Bottas achter mij gaan. We doen even die overtake om weg te komen. En Ocon die rijdt ook hier. Dus die is natuurlijk. Die staat eigenlijk onder onze performance qua auto. Dus. Alles kan. En wij gaan even kijken hoe lang we dit plekje vast kunnen houden, hè. Nou, en dan gaan we, jongens. We hebben een ronde. Overleefd. We hebben een ronde. De race geleid. En we staan nog steeds 14e voor je boy Bottas. Dus, so far, so good. Wij gaan zo lekker door. En heel goed het weerbericht in de gaten houden. Dus ik hoop dat Jeff mij een beetje kan helpen. Maar nu kunnen we natuurlijk niet kijken wanneer de rest gaat pitten. Doen we altijd. Wachten we af tot we zien dat de leider en zo in de pit gaat. Maar dat kunnen we nu niet doen. Dat is wel een klein probleempje, zeg maar. Hè? Hoe gaan wij dan weten wanneer we moeten pitten? Oh, en nu komt Bottas toch wel dichtbij. Het begint ook steeds minder hard te regenen. 10 minuten ook nog. Dus ongeveer 5 rondes, iets meer, 5 à 6 rondes gaat het duren voordat het droog is. Dus ronde 9 of 10 gaan wij pitten. En we houden Jeff natuurlijk goed in de gaten. Nou, dat valt toch wel mee, Jeff. We hebben nog een halve tank. Oeh. De CE, de ICE is 72% wear al. En de energy store is ook 86%. En dat betekent dat we minder ERS kunnen opslaan. En dat die sneller leeg gaat. Dus ja, dat zie je ook daar, zeg maar, rechts onderin. Dat geblokte balkie. Of gestreepte balkie. Ja, dat is gewoon weg. En dat kan hij ook niet meer opladen. Oké, Bottas zit 3/10 achter ons. We moeten iets meer die overtake button gebruiken op de lange rechtstukken. Dan kunnen we hem achter ons houden. Maar we weten natuurlijk ook allemaal dat Bottas totaal niet in de regen kan rijden. Dus het verbaast me niet eens dat hij achter me rijdt. Want die spint alleen maar. Die spint niet 1 keer, die spint niet 2 keer, die spint niet 3 keer. Hoe vaak is hij nou gespint in die regenrace? Dat sloeg echt helemaal nergens op. De regen helpt me wel heel erg, jongens. Als het droog was geweest, had Bottas me al 10 keer ingehaald. En dan kon de rest me ook beter bijhouden. Maar je hebt geen DRS. Het is lastig inhalen. Er is weinig grip. Al helemaal als je van de racelijn afgaat, heb je toch wat meer water op de weg. Je ziet best nog wel een beetje een spray. Dus het is pittige racecondities. Perez out of the session. Oei. Ik ga naar de drive, denk ik. Virtual safety car. Ja, ja. Nee, we're going green. Ik heb bijna 2 seconden verloren. Oké, nu valt het wel mee. Mijn teammate is in de pits. Ja, nee, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. We moeten pitten. Maar Jeff roept me niet naar binnen. Jeff! Hallo! Ik betaal je niet voor niks. Het gaat me een hoop schelen, maar ik ga gewoon naar binnen. Ik heb scheid. Jeff, ik ga je ontslaan ook. Jeff hebben we niet meer nodig. We gaan niet naar nieuwe inters. Zet je soft. Kom op. Huppakee. Ga met die banaan. Bottas is ook naar binnen. En die is ook naar de soft gegaan. Kom op. Snel. Release. Hij zit heel dichtbij. Maar kijk eens aan. Ocon en Sainz zitten heel erg ver voor ons. Oké. Nu moeten we even pushen. Kijken of we snel genoeg zijn om dat gat dicht te rijden. Maar ik denk dat zij ook wel gaan pitten.
Ja, we rijden het wel dicht. Oh, Bottas is close. Dat zei ik, jongens. Oh nee, daar moeten we onze win afgeven omdat we op de droge band rijden. We hebben geen extra fuel meer. Nee! Niet nu al, Bottas. Laat me nog even genieten. Nog even. Please. En daar komt hij. Nee! Foei, Bottas. We kunnen het niet bijhouden. Iedereen is te snel hier. Shit. Verdomme. Daar gaat onze win, jongens. Daar gaat onze eerste win. Als het bleef regenen, hadden we hem. Maar nee. Het moest zo nodig droog worden op de baan. Wat ik eigenlijk ook chiller vind, maar achteraf gezien had het beter de hele tijd kunnen regenen. Want dit gaan we never nooit bijhouden. En daar hebben we Ocon, dames en heren. Die zit gewoon nog op de inters. Hij heeft het geprobeerd. En ik zet hem hier naast Bottas. Joehoe! Sorry, kleine tik. Maar we zijn niet van suiker, hè? Oké. DRS aan. Ik weet niet waarom ik nog DRS heb. Het zal wel. Ocon in de pit. En wij zetten net de snelste tijd neer. Maar iedereen gaat snel. Oh, iedereen verbreekt de tijden. We gaan de laatste. We zijn tot de laatste ronde, jongens. Kunnen we deze win houden? Ocon heeft misschien onze win gegund. Als we er nu voor blijven. Lang rechtse stuk naar de finish. Dat wordt het belangrijkste punt dadelijk. Maar we hebben nog ERS. Dus ik zet meteen mijn ERS aan. Mijn laatste beetje fuel. Mijn laatste druppels fuel. 0,6, 0,4, 0,3. Ik sta weer op standaard. Foto finish bijna. Je bent Bottas bij me. We zijn de foam gefinished. En we hebben onze eerste race gewonnen, jongens, van Paul. Oh, jongens. Kijk eens aan. Mogen we even blij zijn. Mogen we even feest vieren. Geniet van dit moment. Als ik nu nog geen blauw duimpje omhoog zie bij jouw beeldscherm. Dan weet ik het ook niet meer. En kijk eens aan. Wat een fantastische celebration. En we hebben ook nog eens een Renault op het podium staan. Dus ja, een team dat slechtere performance heeft dan ons. Staat ook gewoon op het podium. 1,5 gekkigheid. Vond je het nou een leuke video? Smash vooral op dat blauw duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent. En vergeet niet om dat belletje aan te zetten. Zodat je geen enkele video mist. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer, jongens. Later.